Och, god, dat restaurant. Ja, naar onze luxe zeker. Tja, dat is nog geen slecht gedacht. Wacht, zal we lopen doen. Doe jij even frek al maar aan. En als ik hem zie, hè, onze Luc, doet hem dan vooral niet de complimenten. Hé, hey, pa. Herkent je dochter nog? Je vertrouwde huis dan thuis. Nergens zo geborgen. Van de nacht tot aan de morgen. Altijd thuis. Waar je leven ooit begon. En waar je groot werd in de zon. Zoveel warmte kreeg je altijd. Thuis. Het leven neemt je mee naar het leven. En je lacht op elk gevaar. Soms ben je veel te lang gebleven. Van mijn huis te gaan je zwaar. Geen vertrouwde huis dan thuis. Nergens zo geborgen. Ah, wel, ah, wel, ah, wel, ah, wel, dat is nog eens een verrassing. Kom hier, dat ik nog eens goed vastpak. Oh. Zeg, pa, pas op, joh, ik net me bijna fijn. Fijn, fijn. Plat, zeker. Mag toch laten zien dat ik content ben? Het is zo lang geleden dat ik nog eens vastgepakt heb. Bianca. Oh, mijn schat. Mm. En ik kom onder uw vrek uit. Zeg. Zie eens, moe. Zie eens wie dat hier is. Maar oh, mijn kindje toch. Oh, maar je bent een week vroeger dan verwacht. Ja, ik wilde nu verrassen, hè. Zeg maar, dat is gelukt, hè, Frank. Ja, dat is zeker gelukt. God. Allee, doe, laat mij eens goed bekijken. We zijn nog altijd dezelfde. Ja. Tuurlijk, wat hadden we nu gedacht, ja, maar ze is toch 3 maanden weg geweest. En in 3 maanden kan er veel gebeuren, hè. Ja, dat is waar. Zeg, pa, wat is er eigenlijk met u gebeurd? Oh, niks. Een accidentje met een auto. Niks. Ik ben op mijn eigen begonnen, hè. Maar dat wist al zeker. Ja. Ik moet zeggen dat dat goed marcheert. Ja, maar hij heeft veel hulp gehad van onkel Luc, hè. Zeg, moet jij niks eten? Nee, ik heb op de trein nog iets gegeten. Ja. Weet u maar al dat je terug bent? Nee, ik heb haar nog niet gezien. Het is daarom dat ik eerst naar hier gekomen ben. Joh. Allee, toe. Ga zitten. En vertel eens. Wat heeft de kinder zoal allemaal gedaan? Je hebt toch veel mogen doen, want het is natuurlijk toch een heel ander volk. Ah, nee, maar dat valt toch goed mee, hè? Ja, en waren ze s'avonds niet te veel alleen? Je hebt daar toch vrienden gemaakt? Moe, laat ze nu zelf eens iets vertellen. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik eerst moet vertellen. Ik ben nogal moe van de reis. Ja, dan ga je eens even een beetje rusten. Maar we gaan eerst vieren. Allee, toe, schenk eens een elixierje in. Ja, maar is toch waar, ze heeft nog geen 2 woorden kunnen zeggen. En ik heb nog geen 2 seconden op mijn gat gezeten. Ik moet niets hebben. Niks, dat verkopen niet niks. Allee, eentje dan. Ik zou het geloven. Ik ben toch zo content dat je terug bent. Ik ook, ze bomma. 3 maanden is toch lang, hè. Ja. Zeg, pa. Weet je eigenlijk waarom dat mama weer verhuisd is? Er is toch niks gebeurd of zo? Ik geloof u. Ah, jong, dat kun je niet mijnen. Toch wel. Hoe kun je nu zoiets zeggen? Al doe nu niet of dat je uit de lucht komt vallen, hè. De laatste tijd hebben we niks anders dan ruzie. Jij moet toch ook gevoeld hebben dat het niet meer oké is tussen ons. En mama, die vond dat een interessante job bij die Lou. En als ze wou, dan mocht ze direct beginnen. Ze mocht er zelfs blijven slapen, dus ja, waarom niet? Omdat ze helemaal nog niet wou verhuizen, dat heeft ze mij zelf gezegd. Ja, maar ja, see, als ze nu liever op haar werk slaapt. Liever? Ze kan toch niet heel haar leven bij die dokter blijven wonen, hè? Dus ik kan ze geen ongelijk geven. Ja, maar waarom heeft ze mij dat dan niet gezegd? Ja, see.
Omdat ze waarschijnlijk niet ongerust wil maken. Ongerust? Over wat dan? Maar hoe is het gedaan? Over niks, zusje. Over niks. Waarom zeg je nu zoiets? Maar vroeg of laat moet Bianca... Nu heeft ze een ander job, hè. En daarmee heeft ze ook een ander dak boven haar kop. Dat is alles, meer niet. En wat moet ze daar dan doen in dat hotel? Ik weet niet. De bedden opmaken, zeker. Vraag of vaag. En dat doet ze liever dan haar knippen? Ja, dat zal zijn, zeker. Mama zou Tante Rosa nooit in de steek laten. Nee, dat weet ik. Maar Tante Rosa die heeft heel haar een boel veranderd in het kapsalon. Hè? Allee, heel haar een interieur. En dat heeft dan een tijd gesloten geweest. Hè? Ja, mama moet ook centen verdienen, dat verstaat het toch. Hebben ze dan ruzie of wat over het salon? Nee, nee, niet over Moe. De... Nee, ze hebben geen ruzie, zusje. Toch een beetje. Is... God, moeit je nu toch niet? Zeg, wat is er hier nu eigenlijk gebeurd? Man, niks. Niks ergs. Maar iedereen zit dat op te blazen, hè? Dat zie je wel. Maar dat zal allemaal wel overwaaien, heel die ruzie. Dus toch ruzie? En over wat gaat die ruzie dan? Hè? Als het niet erg is, dan kunnen wij het toch vertellen? Jaloezie, hè? Een gezever over dingen die gebeurd zijn in het jouw stilletjes. Ik kom vertel liever nog eens iets over Groningen. Ik ben nog zo content dat je terug bent. We gaan hier toch niet liggen zeveren en zagen over dingen die geen belang meer hebben, zeker? Ik denk dat ik toch beter eerst naar mama ga. Nee, 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 nee. Jij moet hier blijven en eerst eens goed eten. Ons moe zal eens iets klaarmaken. Allee, moe. Dus... Dat wil zeggen dat al die tijd dat wij samen waren, dat dat niks wil betekenen. Dat kan toch niet? Robert, dat heb ik niet gezegd. Dat was niet niks tussen ons, alleen... Ja, nu wel. Waren wij dan niet goed samen? Allee, wat dat wij was, wat dat ons was. Was dat dan niet goed? Robert, wij passen niet bij elkaar. Dat zie je nu toch zelf ook? Ja, jij en de Benny wel zeker? Jezus, wat zie je dat toch in die gast? Die doen niks anders dan stommiteit. En wij... Wij hebben de sleutel van een stukje paradijs in onze handen. En jij springt precies liever in de goot. Oh, wel, dat is nu schoon gezegd. Ik weet tenminste, godverdomme, wat ik zeg. Je weet niet in welke miserie dat je met die gast gaat belanden. Die is je gewoon niet waard, oké? Okay? En voor mijn part mogen we hem liever zien als ik, hè? Maar uiteindelijk zit het beter af voor mij en dat weet je zelf goed genoeg. Ah, wel, ik denk dat ik nog altijd het beste weet wat ik voel en wat ik niet voel. Konijn. En zeg dat niet, dat is belachelijk! Ik heb niks meer te zeggen. Ik denk dat je nu beter kunt gaan. Hey, come on. Hey. Please. Nee. Je gaat er nog spijt van krijgen, jong. Als het te laat is, moet je niet komen, Janke. Piggy, als je liever op een andere keer gaat, voor mij niet gelaten, hè. Ik snap dat wel. Nee, nee. Ik ga mijn avond niet laten vergaan. Hey, kom. Oké. Okay. Allee, heeft ze nu weer kaas overgestrooid? En ze weet dat ik hem zonder kaas eet. Ja, kom, geef die kaas dan aan mij. Kom maar. Ja, maar dat gaat niet. Kijk, het is allemaal gekookt. Voilà, nog een rode wijn. Smakelijk, hè? Zeg, smakelijk, Simon. Hoe dikwijls heb ik nu bij u thuis al spaghetti gegeten? Dan zouden toch moeten weten dat ik hem zonder kaas eet. Je bent hier niet bij ons thuis, Luc. Je bent afgebold bij ons thuis, remember? En hier eet je mijn kost. Is dat nu te veel gevraagd? Ja, dat is te veel gevraagd. Jenny? Hé, hey, Marianne. Ja, kom erbij zitten, kom. Kom jij nog eens paardrijden? Nee, nee, nee. Ik heb nogal ambetant nieuws, denk ik. Is er iets gebeurd?
Bianca is terug. Franke moet het daar zeggen. Waarom? Ze moet dat toch niet weten? Tuurlijk moet ze dat weten. Vroeg of laat... Niks van moe, niks van... Laat mij uitspreken. Vroeg of laat komt ze dat toch te weten. Jij denkt toch niet dat Jenny erover gaat zwijgen, zeker? Nee, dat zal niet zijn. Tjie, waarom ben ik daar toch ook mee getrouwd? Het enige goeie dat je ooit in je leven gedaan hebt. Moe, alsjeblieft niet om een kop zagen, hè, vandaag. En morgen ook niet. Ja, d'accord, d'accord. Maar je moet het je dochter zeggen. Dat kan nog wachten. Laat ze het nog even komen. Moet jij maar eens iets goed klaar, come on. Ja, terwijl ik hier bezig ben, kun jij het daar zeggen. Laat me niet toch eens gerust. Het is weer hetzelfde liedje. Kunnen ze van in het begin niet zeggen dat ze getrouwd zijn? Dan zou ik tenminste niet verliefd worden. Nee. Je kunt liefde niet zomaar aan- en uitknippen zoals het ligt. Nee. Het zou te gemakkelijk zijn, zeker. Het is in ieder geval beter dat je nu achterkomt. Weet je, ik ben naar Italië gegaan. Maar door heel die toestand met Lou merk ik dat ik John nog niet heb verwerkt. Je moet niet direct schrikken, papa. Het is alleen... Ik dacht dat ik erover was, maar... Ik mag nog 10 keer naar Italië gaan. Dat helpt niet. Britske, het is uw leven. En daarin moet je uiteindelijk je eigen keuzes maken. Maar dat neemt niet weg dat je altijd op mij kunt rekenen. Om te helpen waar mogelijk is. Ja, dat weet ik. En daarom ook dat ik het aan u als eerste vertel. Ik ga wel open doen. Ja, en ineens stond ze voor de deur, bepakt en bezakt. Ik heb alleen maar gezegd dat je verhuisd bent. En dat je nu hier werkt in het hotel. En hoe heeft ze daarop gereageerd? Ja, ze was verwonderd, wat dacht je? Maar ze zei dat ze eerst bij haar pa zou langsgaan. Toch niet bij Frank? Waarom je daar niet tegengehouden, Marianne? Oh, nee, dat kan ik toch moeilijk doen? Ten andere na 3 maanden, dat is toch normaal? Ze had gezegd dat ze volgende week zou terugkomen. Maar hoe heeft ze me dan niks laten weten? Ach, misschien wou ze verrassen. Hopelijk zegt Frank geen stomme dingen. Anders zal zij verrast zijn. Frank zal wel 2 keer nadenken eer dat hem iets over Peggy zegt. Ha? Ik wist niet dat hij kon nadenken. Ja. Zeg, waar moeide jij je eigenlijk mee? En jij? Daar? Dat zijn uw zaken. Ik woon bij Frank, hè? Ja, arm schaap. En ik heb daar ook iets in te zeggen. Ik ben er absoluut niet gerust in, Marianne. Als die Frank iets zegt, hè. Bianca gaat dat niet aan kunnen, ze. Dat gaat een ramp zijn. Frank doet dat toch niet, Jenny? Ja, dat is juist. Daar is Frank veel te laf voor. Maar ons moeder zou haar mond wel kunnen voorbij praten. Dat is niet waar, hè. Zeg maar, ik wil het haar vertellen. Ik ben degene die het haar moet vertellen. Maar ga dan naar Frank. Dag, Lou. Dag. Ja, ik kom mij eigenlijk verontschuldigen voor... Verontschuldigen? Ik denk dat ik eerder het... Nee. Mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Nu naar Frank gaan? Nee, zie ik niet zitten. Zijn. Er komt toch maar ruzie van. Ik zal wel meegaan, Jenny. Hè? Ik zie niet in wat jij daar te zoeken hebt. Dat is family business. Oh, zeg, ik wil alleen maar helpen, hè. Nee, ik zou het een goed idee vinden als Luc meegaat. Family business. Als ik meega, is het binnen de kortste keren vlammende ruzie. Maar langs de andere kant... Met die inverteerde Italiaan hier. Kom, zijn we weer weg. Oh, lief, dat is tof. En jij kunt achteraf Frank opvangen. Hij zal het nodig hebben. Ga maar die jas nog halen. Ze zijn wel veel losser op school. Maar ja, je moet dan meer zelfdiscipline hebben. Hè. Maar als Bianca, die heeft haar boontjes leren doppen, dat is zeker. Dat moet ze niet meer leren. Dat heeft ze bij mij geleerd. Hè? Ja, maar zij doet dat met veel meer succes, hè, schat. Moe, je hebt voor het moment een dak boven je kop. Als je graag hebt dat dat zo blijft.
Zeg, heb je daar ginder geen leuke Hollander leren kennen? Nee. Leuke Hollanders, dat bestaan niet meer. Of zit jij nog altijd met die Tom in je kop? Nee, dat is al lang gedaan. Serieus? Dat is maar goed ook. Dat is geen goeie voor u. Dat is zo'n ventje dat omhoog gevallen is. Zo'n zoon van een dokter. Allee, dan ga ik maar eens naar mama gaan zien, hè. Wacht nog even, die heeft drukselen nu. Daarbij moet je bord nog leeg eten. Dat is ook lang geleden dat ik dat nog gehoord heb. Veel te lang. God zeg, ik heb je nu al gemist. Hé, hey, wauw. Toffe beeldjes. Stel dat voor. Ja, dat vroegen mijn hotelgasten ook altijd. Ik verkocht ze als geluksbringers. Waardeloos, maar ze vlogen als broodjes over de toonbank. Ah ja? Ah ja, jongen. Bijgeloven, dat verkoopt altijd goed. Zeg, kunnen wij zo niet een handeltje beginnen hier? Ik wil direct meedoen. Bah. Ik weet niet op deze moment. Hé, hey, Carlos. Kop op. Sorry. Komt zo even. Dank u. Had er toch iets over gezegd, dan hadden we er tenminste over kunnen praten. Wat had ik dan moeten zeggen? Hallo Lou, ik ben verliefd op u, maar trek er niks van aan. Wil jij bijvoorbeeld? Niemand krijgt graag deksel op zijn neus. Nee, goed, maar dan hadden we misschien niet zo'n domme dingen gedaan als mij zitten bespioneren. Ik doe wel meer domme dingen als ik verliefd ben. Sorry. Nee, ik moet mij ook verontschuldigen, want ik ben echt bot geweest. Sorry. Jij doet altijd zo mysterieus, hè? Dat trekt aan. Natuurlijk niet mijn bedoeling om u in verwarring te brengen of valse hoop te geven of zo, maar ja, ik begrijp dat kan wel eens verkeerd uitgelegd worden. Het is gewoon uw manier van doen. Ik zal mijn leven beteren. Lou, ik weet dat je getrouwd bent. Dat weet ik. Van Rebecca. En daarom ben ik ook hier, trouwens. Dat psychiatrisch ziekenhuis waar ik u gezien heb, heeft dat iets te maken met uw vrouw? Hé. Hey. Tamke. Je zit zo stil. Ja. Dat handeltje. Je zegt dat dat veel werk zou kosten. Ik kan toch helpen? Jij? Ik weet ook wel iets van kopen en verkopen. Ja, een beetje toch. Nee, jij kunt toch helpen? En dan kunnen we veel geld verdienen. Ah, daar zit het op uit. Ja, nee, niet alleen dan, maar... Ja, hey, het is al goed. Ik herken dezelfde ondernemingszin die ik had toen ik zo oud was als jij. Wel dan. Ja, maar wel dan. Die ondernemingszin, die verliest het toch niet zomaar? En ik kan veel van u leren. Nou ja. En uw studies dan? Tja, mijn studies, dat is allemaal bullshit. Ah ja. En wel, dat herken ik nu ook van toen ik zo oud was als jij. En daar heb ik later veel spijt van gehad. Ja. Sorry dat ik wat prekerig overkom, hè. Maar het verstand komt niet voor de jaren. Oh. Hey, en daarbij... Heb je dan eens aan Marianne gedacht, hoe dat die zou reageren? En uw vader? Ja, die zullen kwaad zijn, hè. De een al wat meer als de ander. Zeg maar furieus. De een al wat meer als de ander. Ja, en wat dan nog? Het is toch mijn leven? Nee. Nee, Tomke, echt waar. Ik kan u dat niet aanraden, jongen. En daarbij, voor mij... op deze moment... Hé, hey, Carlos. Ik zou het echt heel erg vinden als je nu je kop zou laten hangen. Ja, maar dat doe ik niet. Alleen, waarvoor zou ik het nog doen, hè?
Ik heb alles gehad. Ten koste van een aantal dingen. Vooral mijn kinderen. En dat wil ik eerst rechtzetten. Nee, je kunt toch niet heel je leven in vraag stellen omdat je ziek bent geworden? Niet zomaar een ziekte. Hebben ze al lang niet meer gezien? Zestien jaar en drie maanden geleden. Veronique was een... was een fantastische vrouw. Heb je er al met iemand anders over gepraat? Mijn vader. Ja, ik vertel hem alles, maar papa kunt je vertrouwen, dus... Ja, geeft niet. In ieder geval, een jaar of drie geleden gebeurde er iets... vreselijks. Is ze daarom opgenomen? Ja. Je hoeft het mij niet te vertellen. Nee. Ze kreeg een hele zware aanval. En eigenlijk de waanbeelden en waanvoorstellingen en de aanvallen volgden elkaar sneller en sneller op. Schizofrenie? Ja. Ja, en in het begin zat ze eigenlijk maar korte tijd in die instelling. Ik hoopte natuurlijk dat ze zou genezen. En nu zit ze daar permanent, of? Ja. En ik bezoek haar iedere dag op hetzelfde uur. Voilà, is weer al een mysterie opgelost. Waarom heb je daar niet eerder iets van verteld? Omdat ik mij... ongelooflijk schuldig voel. Oh, we moeten een ander fles hebben. Moe, we drinken te veel. Zeg, voor die keer dat het gezellig is. Als ik zeg dat ik een fles kan pakken, dan pak ik een fles. Luc! My god, Bianca. Dat is lang geleden. En je bent nog schoner dan op de foto's. Oh god, onze American Gigolo is weer bezig. Zo ben ik heel content dat ik u zie. Mama, Balleke. Hey. Ik kom ook, het is beter dat we ze even alleen laten. We gaan er een pakken. Boe, zal ik niet beter hier blijven? Je hebt nu al een stuk in de voeten. Oh, Bianca, we zien elkaar binnenkort, hè. Maar wel, wat is er? Gaat jij het haar vertellen of ik?